Maar we gaan natuurlijk komen voor het pretpark en niet voor parkeerplaatsen. Dus we zien eerst Snoopy en Carl. Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Planet Coaster. En vandaag duiken we weer in de Steam Workshop om weer een project te beoordelen. En het volgende project is een Snoopy Camp, gemaakt door Peach. Camp Snoopy Scenario. Het is eigenlijk een level die je kan spelen. Het gaat om een kamp en aan het kamp grenst dan eigenlijk een klein pretpark voor de familie. We gaan natuurlijk ook de onderrijds doen in dat park en gewoon kijken wat hij ervan heeft gemaakt. Of zij, hè, en Peach zou ook een vrouwennaam kunnen zijn. Hè? Ik weet niet, Peach vind ik altijd een beetje vrouwelijk. Ik weet niet waarom. We gaan kijken dus. De mensen komen eigenlijk al uit kamp lobby. Uit de badkamer. Of de badkamer eigenlijk. Hè? De bedroom en showers. Dus daar kan je lekker omkleden. En hier lopen ze dan vanaf de parkeerplaats langs het kamp. Want hier is dan een gedeelte van het kamp met tentjes. En je ziet dan van die bankjes staan. Een leuk kampvuurtje. Ziet er heel vrolijk uit. Ik zal even uitzoomen. Dan kan je zien hoe groot dit eruit ziet. Wauw, het is gewoon een hele weg en hier nog plek voor weet ik veel wat. Maar het is gewoon een compleet project wat hij heeft gemaakt. En dat gaan we helemaal bekijken vandaag in deze aflevering. Nou, we komen dus eigenlijk langs wat ik al zei, het kamp. Hier kan je dan met slagbomen kan je dan eigenlijk gewoon erin rijden. Moet natuurlijk wel even een kaartje betalen netjes. En we volgen het pad langs de weg. En dan kunnen we hier dus naar rechts gaan. En dan komen we langzaam maar zeker bij het pretpark terecht. Kamp Snoopy. Ik vind het heel leuk dat het zo al omhoog loopt. Ik hou gewoon van de hoogteverschillen. Ik vind het gewoon heel mooi. En nu loopt het ook helemaal schuin vloeiend naar boven. Fantastisch al gedaan. En ik denk dat hier rechts al de scheidingsmuur is van het pretpark. Ik zie al de zweefmolen erbovenuit steken. En daar zien we ook de figuurtjes van Snoopy. Snoopy is dan dat hondje. En ik weet niet hoe dat gastje heet. Carl? Heet dat Carl, dat gozertje? Ik weet het niet eens. Ik heb het ook, ja, ik ken het als karakter, maar ik heb het nooit echt gevolgd of zo. Maar hier hebben we dan de ingang. En wat hebben we daar dan? Oh, Camp Snoopy. En dan kan je ook tickets. En daar komen de mensen ook weer vandaan. Wow, oké, dat zijn heel veel mensen. En die komen dan uit dit hokje. En dat is dan de bus. Oh, oké. De mensen komen dus vanaf de bus lopend. En wat is hier dan? Ik denk dat dit een extra parkeerplaats moet voorstellen. Dat mensen gewoon eigenlijk... dat hier gewoon een extra parkeerruimte is. Maar we gaan natuurlijk komen voor het pretpark. En niet voor parkeerplaatsen. Dus we zien eerst Snoopy en Carl. Ik kan het nu op gaan zoeken, maar het is even niet belangrijk, denk ik. Nou, hier komen we binnen. City Hall. Dat is eigenlijk het eerste gebouw waar we tegenaan lopen met de Amerikaanse vlag. En wat kunnen we hier doen? We kunnen naar het toilet. En de Major Office. Ik wil even weten hoe dat eruit ziet. En dat ziet er dus... Je ziet helemaal niks. Het is gewoon een beetje voor de sier is dat geplaatst. Voor de decoratie. Dan hebben we daar nog Vensters Market. Ik weet niet of dat ingericht is. Ja, er zit wel een shop binnenin, maar voor de rest kan je er ook niet veel doen. En daar hebben we nog Christine's Fruitshop. Gewoon leuk van die Main Street huisjes, maar heeft hij leuk gedaan met dat vormpje. Ik vind het er gezellig uitzien, een beetje western stijl. En daar rechts, wat hebben we hier dan weer, joh? We hebben nog een workshop, leuk. Hier kan je nog lekker pinnen als je extra geld nodig hebt. En hier hebben we nog meer kraampjes, apple pie, breakfast... Wat hebben we daar dan weer? Een leuke terrasje. Dat is even gezellig. En we kunnen hier ook nog in een vliegtuigje. Die heeft hij ook met cilinders heeft hij die gemaakt. En houten plankjes. Heel creatief. En hier hebben we dan een klein vijvertje. En oh mijn god. Wat is dat dan? Is dat serieus? Wow. Nee. Wacht even. Dit zijn 1406 objecten. Maar heeft hij serieus? Oh mijn god. Het zijn serieus piramides. En die heeft hij zo bij elkaar geschroven... Dat het eigenlijk een pixelportret wordt. 1400 objecten. 1400 van die piramides. Die steken hier zo. Het zal heel raar eruit zien. Even kijken hoor. Als ik hier door de muur ga. Ja, het zit allemaal zo op elkaar. Maar dit is echt heel vet gedaan. Ongelooflijk. En hier hebben we dan nog een attractie. Eigenlijk een soort van halve attractie. Het is een river rapid. En heeft hij dan de stroming van gebruikt. Heel tof gedaan. Die zijkant een beetje verbergd met die stenen natuurlijk. En die gaan helemaal om die attractie heen. Heel erg mooi gedaan. Dit is heel creatief werk. En daar hebben we dan nog een Snoopy attractie. Eigenlijk met die vliegtuigjes ga je op de kop. Dat ziet er heel mooi uit. Nou, dat is de eerste attractie. We hebben hier nog twee loodsen, maar daar komen natuurlijk die vliegtuigjes vandaan. En dan gaan we verder even het park verkennen. Want volgens mij staat er ook nog een hele toffe achtbaan in de verte. Een houten achtbaan.
Heel leuk gedaan. Wat een sfeer. En je gaat ook helemaal door die loods heen met die vliegtuigjes. Creatief bedacht. Dan ga je hier langs. En dan ga je naar boven. Waarschijnlijk is dit de uitgang, denk ik. Ja, ik zat wel bij de uitgang. Ik zat helemaal verkeerd. Nou, dan gaan we verder. Over het bruggetje heen. En daar zie ik inderdaad de houten achtbaan. En wat hebben we hier rechts nog? Snoopy Café. Oeh, een cafeetje. Ik kan hier nog helemaal langs gaan. Ik weet niet wat hier precies is, maar hoge hekken. En hier heb je een pad, dat gaat over de weg heen. En dan hier nog een, ik denk voor uitbreiding. Het is natuurlijk een soort van scenario. Dus je kan dit gewoon lekker spelen en je kan zelf het park natuurlijk gaan uitbreiden. En het liefst natuurlijk in Snoopy thema. We hebben daar nog een café. Nou, leuk met zo'n hondje en dan zo'n schort voor. Erg creatief. Nou ja, dan gaan we even langs. Hier kan je natuurlijk lekker zitten. En dan hebben we ook nog toiletjes voor de heren en de dames. We lopen verder. Ik zie daar nog een zweefmolen. Die heb ik eigenlijk een beetje gemist. Ik heb hem wel zien staan, maar ja, ik ben er eigenlijk langs gelopen. Daar eindigen we dadelijk wel eventjes. En hier hebben we dan de Great Adventure. Charlie Brown's Charlie. Dat was zijn naam. Zie je, we komen er gewoon vanzelf achter in het park. Charlie en Snoopy. Nou, we volgen even deze wachtrij. En dan gaan we in ieder geval een onderrijd maken van, ik denk, de enige achtbaan in het park. En weer allemaal pixels van piramides gemaakt. Waar is de achtbaan? Daar staat hij. En we kunnen er lekker in gaan zitten. Heel klein treintje. Nou, die persoon naast me heeft er heel erg zin in. Ik vind het leuk dat ze eigenlijk op de reling hebben ze allemaal van die lampjes toegevoegd. En het is echt inderdaad een heel simpel familieachtbaantje. Zal niet heel hard gaan. Ik denk een kilometer of 40, 50. Het gaat helemaal niet om de snelheid, maar gewoon om het plezier voor de familie natuurlijk. Maar leuk dat ze dit in het park hebben gezet. Ik vind het een hele toffe baan. Althans, het ziet er al heel mooi uit. Ook erg compact. We halen een snelheid van toch nog 55 km per uur. Had ik niet verwacht. Dan gaan we weer naar beneden. Heerlijk, een beetje schuin zo. Lekker heuveltje. En je zou denken, haalt hij gewoon nog deze bocht? Natuurlijk, kijk eens even. We hebben nog genoeg vaart erin zitten. Lekker hobbeltje, maar veel hoger dan dit zal hij waarschijnlijk niet gaan. Heb je nog een bochtje? En dan komen we aan bij het einde. Wat een fantastische achtbaan. Ik vond het echt super leuk. En ik vind zulke achtbaantjes soms nog wel leuker dan die compleet ruige banen op een of andere manier. Is dat Fastpass? Ik denk het wel. Even kijken. Nee, dit is voor mij gewoon de wachtrij. Oh, die gaat er gewoon langs. Oh, kijk nou. Voor mij zit er ook geen Fastpass in. Nou ja, hoeft niet altijd natuurlijk. Nou, dan gaan we verder kijken, want er is nog genoeg te doen. We hebben hier nog allemaal winkeltjes. Ook weer een beetje in die Wild West thema. En wat hebben we hier dan nog? Ik zie allemaal tentjes. Nou ja, hier kan je weer eigenlijk uitbreiden. Heeft hij expres zo gemaakt met zo'n rondje, zo'n soort plein idee. Ik geloof dat we nog... Hadden we nog een... Ja. We hebben nog een track ride. Oh, daar ben ik wel erg benieuwd naar. Want dat zijn ook een van mijn favoriete attracties. Hartstikke leuk. Langs bloemetjes. Heel kleurrijk. Eigenlijk ben je een soort van verplicht om zo'n track ride... Hè, zo'n auto-attractie of autootjes-attractie... om dat natuurlijk zo leuk mogelijk aan te kleden met bloemetjes en alles. Hij staat nog wel op testen. Want je ziet het aan die poppen die erin zitten. Maar dan is het natuurlijk wel dat we zo snel mogelijk vertrekken. En dit begin is al uniek. Ik vind het zo'n leuk concept dat je eigenlijk langs de mensen komt, langs het pad... afgezet met zo'n hekje en dan in het midden zo'n boom en dat ook een soort van afgezet met een verhoging. Dat vind ik echt een hartstikke mooi idee. Heel erg leuke interactie met de mensen die er ook lopen en die kunnen kijken naar de attractie. Nou, dat heb je hier eigenlijk ook weer. Gewoon een soort pleintje met een heg eromheen. Daar gaat deze attractie ook weer langs. Ook weer een bruggetje. Dat ziet er echt heel mooi uit. We gaan weer met hoogteverschillen. Je merkt het al gelijk. Hey, je gaat eronder langs, je gaat erboven langs. Dat is natuurlijk super bij zoiets. Allemaal mooie bloemetjes. Ik vind het wel minder. Nou ja, het is natuurlijk wel beter, maar het is minder. Dat de bloemetjes geen water nodig hebben. Dat er eigenlijk van die mensen zijn die werken in de tuin. Hè, dat ze lekker kunnen tuinieren. En dat ze eigenlijk gewoon de bloemetjes water kunnen geven en het gras maaien en zo. Dat was gewoon oldschool bij Rollercoaster Tycoon 2 en 3. Maar in dit spel hebben ze dat allemaal niet. Dus eigenlijk moeten de plantjes een beetje zichzelf... in leven houden met het regenwater waarschijnlijk. Dan hebben we dan Snoopy. Met allemaal van die eendjes. Zijn het eendjes? Nee, het zijn... Wat zijn het eigenlijk? Ik weet het niet. Het zijn beestjes in ieder geval in het bootje. Heel leuk gedaan. En een heel mooie oplossing om zo met die cilinders natuurlijk te werken. We hebben daar nog een klein watervalletje uit de zijkant. En dan gaan we onder de brug door.
wat apart. Want voor mij gingen we het eerst bovenlangs en daarna nu de onderdoor. Dus nu gaan we er weer bovenlangs, denk ik. Ik weet het niet, ik moet even zien. Oh, we maken hier weer een bocht. Het zit heel leuk in elkaar. Echt heel creatief. Ook heel mooi, want het is een vrij compacte baan. Maar je merkt het niet gelijk, omdat er toch wel weer een afstand zit tussen de baandelen. Dit vind ik ook heel mooi, dat hij allemaal van die houten latjes onder de baan heeft gelegd. Nou, en het is helemaal niet zo'n hele drukke attractie. Want hij had hier makkelijk nog een Snoopy figuurtje kunnen neerzetten. Maar hij heeft ook gewoon ervoor gekozen om gewoon wat gebieden niet helemaal vol te proppen met objecten. En ik denk dat dat een hele wijze les is voor als ik een park maak. Want als ik een park maak, dan prop ik het altijd helemaal vol. En ik denk dat het juist de kracht is om juist objecten een beetje te verspreiden. En vooral met de natuur heeft hij gewoon heel veel verstand van. Je ziet gewoon dat hij het niet te druk heeft gedecoreerd. Maar hier en daar gewoon wat bomen en bosjes en bloemetjes. Nou ja, dit was de track ride. Kijk eens even hoe mooi dat eruit ziet. Ik vond het echt een hele mooie attractie. Dan gaan we hier nog naar de zweefmolen. En dat waren eigenlijk de attracties in dit park. Ook heel mooi eruit ziet. Dat die mensen eigenlijk een rondje lopen om de attractie heen. Dat ook gewoon heel tof. En vooral omdat het natuurlijk ook weer op een verhoging staat, zoals je ziet. En dat is echt wel aan te raden als je een pretpark maakt. En daar ga ik me ook weer heel erg op focussen als ik natuurlijk een nieuw pretpark ga maken in Planet Coaster. Dat ik vooral denk aan hoogteverschillen. Want in dit park was dat duidelijk ook aanwezig. Nou ja, wil je dit downloaden, kijk dan even beneden in de beschrijving, want daar staat een linkje. En dan kan je zelf gaan verder bouwen. Hier heb je dan nog een punt waar je verder kan bouwen. Daarachter zit ook een punt. Je hebt daar links nog een punt. En daar nog een route die je verder kan bouwen. En hier nog een heel klein boerderijtje. En dan kan je natuurlijk ook nog verder bouwen. Oh, dit vind ik wel heel erg oldschool. Dit doet me echt denken aan Rollercoaster Tycoon 2. Vraag me niet waarom, maar dit ziet er echt fantastisch uit. Mensen, tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Doei doeg!